Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe dat je heerlijke smoothie maakt op minder dan een minuut tijd. Wie houdt er nu niet van een heerlijke smoothie op een warme dag of na een maaltijd gewoon in de zetel? Een heerlijke smoothie. Je hebt er niet veel voor nodig en op 1 minuut is je smoothie gemaakt en kunt je ervan genieten. Het ziet er ook heel mooi uit, vind ik. Ik ga jullie nu laten zien wat je ervoor nodig hebt. Wat je nodig hebt is 6 passievruchtblokjes van de Albert Heijn uit de diepvries. 50 gram mango mix uit de Colruyt, ook uit de diepvries. Er zit mango in en pier en ananas als ik me niet vergis. En 1 liter mangosap en die heb ik van de Delhaize. Die kun je het best gekoeld bewaren. Dit zijn dus de enige ingrediënten dat je nodig hebt. En dan ga je alles beginnen mixen. Zo simpel was het dus en ik kan jullie ook garanderen dat het super lekker was. Echt overheerlijk. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn video. Jullie mogen mij liken, delen en abonneren. En ik hoop ook dat jullie deze smoothie gaan uitproberen, want die is zeker de moeite waard. Slimme!